Het aantal incassozaken en claims zijn in de tweede helft van 2018 fors toegenomen. Voor 2019 zijn de verwachtingen nog onzeker, omdat we nog niet weten wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn. Kredietverzekering kan een organisatie helpen om met een scherpe inzicht de business te ondersteunen. Sinds 2016 is de situatie in de UK eigenlijk verslechterd. We zien dat consumentenvertrouwen is gedaald, de investeringen zijn gedaald, de aantal faillissementen zijn gestegen. En dat zien we eigenlijk terug in onze schadecijfers. Die zijn met 30% gestegen in 2018. De UK is een van de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse exporteurs. En omdat er onzekerheid blijft, verwachten we dat de handel zal gaan afnemen. En naar onze verwachting zullen ook de schadecijfers gaan toenemen. Voor ondernemers die zaken doen met de UK om hun risico's te beperken, is het heel belangrijk dat zij hun afnemers goed kennen. Dat ze hun betaalkondities zo kort mogelijk houden. En op het moment dat er betaalachterstanden zijn, dat ze kort op de bal spelen en de zaak zo snel mogelijk overdragen naar een incassobureau of een advocaat. En een kredietverzekeraar kan daarbij helpen. Atradius is specialist op het gebied van kredietverzekering en houdt de ontwikkelingen rondom de Brexit nauwgezet in de gaten. We hebben een grote database van bedrijven in de UK en wereldwijd. En daarmee monitoren we de positie van die bedrijven. Maar dat onze klanten betaalachterstanden melden, zijn we sneller op de hoogte van de financiële problemen bij die bedrijven. Ons advies is om gebruik te maken van een kredietverzekering. Een kredietverzekering geeft inzicht in markten en sectoren en geeft ook inzicht in je afnemers. Daarnaast nemen we het incasso uit handen en betalen we uiteindelijk uit op het moment van faillissement. Dit zorgt ervoor dat je de juiste partijen kan identificeren voor nieuw business, waardoor je als ondernemer kan blijven groeien. Mijn tip is, zorg dat je weet met wie je zaken doet. Zorg voor korte betaalkondities en communiceer helder en duidelijk met je klanten.